Vandaag een FIFA 21 Challenge versus Kylian Hazard, Didi Lom en Moussaba. Jawel, drie profvoetballers. In deze video testen wij 6 verschillende skills van Kylian Hazard. En de vraag is, kunnen zijn ploegmaats raden wat zijn rating is? En abonneer ook op ons kanaal, want dan brengen we jou een koekje. Hallo iedereen, welkom bij onze nieuwe video. Mijn naam is Michiel. Mijn naam is Celine. Mijn naam is Anthony. Thomas. Kylian. Perfect, vandaag staan we hier met 3 profvoetballers. Want ja, we hebben een FIFA 21 voetbal challenge. We hebben de ultimate teamkaart van Kylian, alsjeblieft. We hebben de kaart van Thomas en van Anthony. Ik ga die even zelf houden. Spelen jullie ooit zelf FIFA? Ja. Nee. Nee? Oké, okay, dat begint al helemaal uitstekend, deze challenge. Vandaag hebben we dus 6 opdrachten voor Kylian. En zij twee gaan elke challenge raden wat de statistieken zijn van Kylian. C'est perfect, of ze? Ik spreek niet aan. Ah, sorry. Dus 6 challenges en jullie krijgen dus punten. Want iemand gaat dichterbij zijn, iemand gaat er verder van zijn. En de verliezer, die krijgt een straf. En wat die straf is, zien jullie op het einde. Ik ben veel te veel aan het praten. We gaan gewoon direct starten met challenge nummer 1. Let's go. Het eerste dat we gaan testen is snelheid. En wat wel grappig is, Thomas, de keeper, zijn snelheid is volgens FIFA 54. 54, oei. Ja, is niet zo goed. En Anthony, zijn snelheid is 80. Oh, damn, dat is echt snel. Dus de vraag is, wat is de snelheid van Kylian? We gaan het nu zien en ik ga aftellen. Ja, oké. Okay. Jullie lopen dus naar de lijn. 3, 2, 1. Anthony is de winnaar! Anthony wins. 3, 2, 1, go! Ja. Anthony is gewonnen. Oké, de snelheid van Kylian. Spannend. Wat denk jij, Anthony? 77. Mooi. Ik schrijf het op. Wat denk jij? Ben 76. 76, oh. 76. Ze zijn wel dicht bij elkaar. Nummer 2, schieten. Let's go. Nu is het tijd om het schieten te testen. 2 challenges, dekkletje trap, straks ook nog penalties met een topkeeper. Oeh. Jullie krijgen allemaal 3 kansen. En dan kunnen jullie kiezen hoe goed Kylian kan trappen. Ik zal starten. Oh. Oei. Oeh. Kylian? Oh. Oei. Nee. Misschien gaan we gewoon penalties doen. Ja. Thomas, zijn schieten staat op 66. Oké. Okay. Ik denk wel dat Kylian beter kan. Hmm. En bij Anthony was het ook 66. Oh, dat is toevallig. Ready? Yes. Oh. Oei. Oei, oei, oei. Anthony. Oh. Oh. Hazard. Oh, oh. Oh, oh, ja. Ja, ja, ik denk... I think it's touch. Ik heb het ook gehoord. Wat zeggen jullie? I think it's touch. You have the VAR? Ja. Hebben we VAR? I think it's touch. Nee. Ja, ik heb het ook gehoord. En jij zegt van niet. Nee. Dat is het wel. 2-1. Dat is het 2-1. Dat is even het punt voor Kylian. Ja, oké. Okay. Oh! Oh! Nee! Ik denk dat hij touch. Oh! Kylian! Oh! Oei! Thomas! Oh. Wow. Anthony, klaar? Yes. Let's go. Oeh. Kylian. Bonne chance. Oei. Wow. Oh. Thomas. Oei. Oh. Tweede poging, let's go. Oh. Wow.
Ah, wel het goed leggen. C'est terrain. Oké? Oui. Oh. Thomas, let's go. Oh. Oh, wat een kanon. Mooi getrapt. Dank je. Doe maar. Oh. Ja. Oei. Oh, kopro. Wauw. Oei. Oh, keeper, hey. Je staat gewoon stil. Jullie zijn wel echt goed in penalties. Wat is dit? Bijna even groot. Maar de vraag is, wat is de rating van Kilian op vlak van schieten? Thomas. 72. 72? Anthony? 71. Oh. 71. Oh. Wat denk je zelf, Kilian? 69. Hij denkt zelf 69. Zullen we straks zien? We gaan over naar het makkelijke pasjes geven. Oh. Makkelijk. Voor deze challenge hebben we dus 5 kegels in doel. Elke speler krijgt 5 kansen en dan kunnen zij dus vergelijken met hun stats wat ze denken voor de stats van Kilian. Snap je dat? Ja, ja, ik snap het helemaal. Didilon, de doelman, heeft helaas geen passing skills. Oei. En Anthony heeft 56 passing. Niet zo goed. Ja. Geef je niet zoveel pasjes tijdens de wedstrijd? Ik kan liever van scoren gewoon. Oh, ja, oké. Oei. Oei. Oh. Ja. Ja, mooi. Dat is echt nooit. Ja. Oh. Nee. Kom maar, Arred. Oei. Nummer 4. Oh ja. Laatste poging, Anthony. Oh. Ja, oké. 3 op 5. Kom maar. Oei. Oh, mooi. Hoppa. Oeh! Allebei 3 op 5. 3 op 5. Oh no! Ik ben echt bang aan het worden nu. Let's go, Kilian! Hoi! Oh! Ah, voor zijn terrain, No touch! Ja? Yeah. Ja! Oh, oké, 1 op 5. Kom maar, Arret! Met zijn jeu! Volgende! Oh no, Kilian! Wij zijn touch, Hoppa! Ja. Oké. Spannend. Oh, die moet hij scoren. Spannend. Die moet. Thomas, passing, wat denk je? 66. 66? Oké. En wat denk jij? 67. Maar jullie zijn altijd 77, 76, 71, 72, 67, 66. Kom op. Get it personally. Anthony heeft 69 dribbelen. Vind je dat zelf best goed? Dat is wel veel, toch? Ja. Nee, ik denk dat ik nu hoger heb. Oh, denk je dat je hoger hebt? Okay. Kan. Wat zou je jezelf geven? Eerlijk dan. Voor fut misschien 71 of 72. Oké, dus iets hoger wel. Ja. Zit wel in de buurt. Oh. Ciao! Dus, Kilian gaat dribbelen en probeert te scoren. Hij heeft er heel veel vertrouwen in. Ik ga verdedigen. Thomas is in doel. We hebben nu echt een goede doelman. Ja. En Anthony gaat ook verdedigen. En jij gaat ook verdedigen. Oké. Oh, ik verkeer op de baan. Ja. Die is veel te snel voor mij. Ja, nu gaan we een alle betere verdediger nemen. Oh. Kom op, Kilian. Oké. Vas-y, Anto! Ja! Goed gedaan, Anthony. Klasse. Kom op, Esselin. Céline versus Kilian Hazard. Oh nee! Tackle hem! Oh, hij scoort. Hij heeft mijn hoofd altijd in het zak gezet. Maar je moest hem tackelen. Geen medelijden, dat is een prof. Je hebt niks te verliezen.
Ja. Oké, okay, Kilian zijn dribbelskills. Dit wordt spannend. Kom maar, please. Oh! Hij heeft hem! Hij heeft hem! Ja! Hij is bent! Dat was wel een mooie tackle. Dat was echt goed verdedigd. Het was een mooie tackle toen we... Het is hier ondertussen echt enorm aan het trainen. Maar we gaan voor. Maar we blijven gaan. Kilian en Doe. Wat op, Kilian. Oei. Oké, ik denk wel dat hij straks nog ruzie gaat zijn. Denk het ook. Hey, dit was lucky. Ah, geluk, oké. Again. Nee. Één kans. Thomas, wat denk je? Dribbelen voor Kilian. 17. 70? Wat denk je? 72. Ah, ze gaan verder uit elkaar 72. Lopen. 72, oké. Okay. Respect, Liga. Merci. Kilian is blij met de stats. Kilian is blij. Nu gaan we horen hetzelfde doen, maar Kilian gaat verdedigen, want we gaan kijken naar de defense, de verdediging. Ik zou er niet mee mogen lachen, natuurlijk, maar Anthony, raad eens jouw statistiek voor verdedigen. Ga je soms mee verdedigen tijdens de wedstrijd? 24. Yeah. Hey bro. 24. Kilian zegt jij verdedigt toch niet. Dus 24. Vind je dat verdiend of? Ja, verdiend. Oké. Hij is wel eerlijk. Ja. Kilian, we gaan kijken voor jou. Ik zou niet te luid lachen mocht ik van jou zijn. Ja. Kilian. Kom op, Anthony. Oh. Wat een dribbel. Oh, mooi. Nee. Ja, ze zijn wel hard tegen elkaar, dat is mooi. Kilian, prachtige defense. Ik kan het niet vinden. Nu mag ik dus proberen dribbelen tegen Kilian. Volgens mij is het wel een beetje schrik. Ja, ik denk het ook. Van je grootte zo. Ja. Oké. Oei. Oh, wow. Kom op, hè. Ik duurde te lang, toch? Ik moet sneller zijn. Ben je klaar? Actie tegen Kilian Hazard, dat rijmt ook mooi. Nee, ik ben echt niet klaar. Nee? Maar ik ga mijn best doen. Oké, let's go. Doe maar. Wat doe je? Kilian! Oh la la, rode kaart. Gaat! Ja! Ja, lekker! Afleiding, daar draait het om. Mooi! Hoppa! Oh! Ik knalt gewoon recht tegen Kilian. We do it again, I was not ready, sorry. Kom op, Thomas! Oh, handje! Hij ging voor de panna, maar het lukt niet, oké. Tot jij terug. Ik vind wel eerlijk dat Kilian een goede verdediger is. Ja, goed gedaan. Ja, dankjewel. Voor een striker, voor een spits is het maar niet. Maar ik heb gescoord! Ja, je hebt gescoord. Anyways, wat denk je? Still 27. 27. Je moet je Frans niet zuur. Wat denk jij, Anthony? Je hebt 24? 21. 21. Oké. C'est bon, je vais. I'm gonna kick his ass in that for sure. 21 en 27. De laatste challenge, en die denk ik wel dat Kilian het beste is. Strength, power. Wow. Tijd om fysiek te testen. Anthony, hoeveel heb jij, denk je? 66. Ben je sterk? Ja. 66. 61. Oké. Ja. En we gaan het testen. Hij is niet tevreden. Armworstelen. Ja, oké. Oh, wat een beeld. Ja, oké. Ready? Oké. 3, 2, 1, go. Oh, spannend. Oh, dat is te laat. Oh. Hey, dat is cheating. Ja. Dit is spannend. Kom maar, Kilian. He gave everything he got in the first 2 seconds and after he was done. Drie, twee, één.
Go! Oh, ik zie het! Asa zomaar weer! Asa zomaar weer! Ai, wat is er Kilian, lukt het nog? Hij is super paas. Kilian, ik denk. Dankjewel. Dankjewel. Volgens mij wil hij stoppen met de challenge. Ik denk het ook. Hij is maar eigenlijk poe. Ah ja, thank you. Ja, dus goed. Alles goed. Nu ben ik wel benieuwd wat jullie Kilian geven. Ik geef hem een 10. Hey, 10. 10 is goed. C'est bien, 10. I would say 58. Oké. 59. 59. Come on. Hey. 59. Waarom zegt hij altijd Thomas? Het grote moment. Oeh. Jullie krijgen dus allebei punten. You both get points. Dus de verliezer die krijgt de straf. Yeah. Thomas zei dat Kilian een snelheid had van 76. Okay. Anthony zei 77. Oeh. En het is 80. Oh. 1-0 voor Anthony. Oh. Hey, Antoine, merci Antoine. Merci. Wat is dat zo'n moment? Dat is een moekje toch? Ja, hij is wel blij. 1-0 voor Anthony. Schieten. Oeh, 59. 1-1. 66. 64. Oeh. Ja, dat is voor u. 2-1. 2-1. Maar toch is het dribbelen. Dus 72 en 70. 74. Woe. 2-2. It's our physical coach. He's mad. Shoot on your ass. Oh. Spannend. 28! Wat is het gewoon? Oei, oei, oei! Oké. If it's 3-3, it's you, no? No, it's you. No, it's no. You. You do the game, it's you! Oké, okay, het laatste. Oh. 58, 59, 64. 64. Oh, 3-3. 3-3? 3-3. Kom je? Oh! 58 en 59. Kontje traps op Kilian Hazard. Don't say before. Oh, wat was je doen? Want you don't know this. Oké, wat voor jou? Is de mooiste pas tranquille? Ja, oké, go first. Tabu? I go first, you go second. Normaal gezien ging de verliezer dus een doel staan en mocht iemand naar zijn poep trappen. Ja. Maar we hebben geen verliezer, ze kennen Kilian heel goed. Dus ja, Kilian gaat een doel staan en daarna ga ik een doel staan. Kilian staat daar. Oh, wow. En Thomas gaat als eerste trappen, oké. Oh-oh. Oh. 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 Dit is waarschijnlijk de eerste en enige kans in mijn leven om naar Kilian Hazard zijn poep te trappen. Ik denk het ook. Dus ik ga er wel op trappen. Oké. Okay. Klaar? Ja. Kom op, hè. Oei. Oh. Oh. Ja, ja, ja. Een beetje op. Oké, fight down. Kilian, let's go. Uh-oh. Oei. Oh. Oh my god, schade! Non, mais j'ai pas l'air. Mais c'est très gros. Ça va. Toi, je rentre là. C'est ça. Alright, ik denk dat de conclusie is dat de. Oh, dat ze in een panna heeft gegeven, jawel! Oké, tijd om de video af te sluiten. Thank you for being here, bedankt om mee te doen. Ja, hopelijk vonden jullie het een leuke challenge. Zeker. You guys enjoyed it? Ja. Yeah. Oké, very good. Bedankt Cercle Brugge dat we hier mochten zijn. Ja. En nu ga ik jullie nog één deklat geven om de video af te sluiten. Oh. Boom! Boom! Ja, toch. Wow. Maar we zien dit gaan zien. Bedankt om te kijken.